Kijk mensen, een heel mooi bordje. Wat eten we vandaag? Dat weet je nog niet, en want dat wordt een verrassing. Hele goede middag allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Karin Staalman van de Werf. Samen met mijn man Roderick Staalman van de Werf vloggen wij elke dag. En het is vandaag zaterdag 5 oktober. Het is nou net 3 uur. Ja, Roderick had al de hondjes voor me uitgelaten. Kon ik nog even lekker uitslapen. En ik heb een idee met mijn haar, maar dat komt wel weer goed. En ja, voor de rest, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Ja, nou, ik ben dus even bezig met het roosteren van week 41. En dan kan ik ook waarschijnlijk, hoop ik, gelijk van week 42 bijpakken, maar dat weet ik niet zeker. Hij is nu van week 41 aan het openen, maar dat doe ik nog hier eventjes. Hè. Ja, als je gelijk ook weer week 42 aan het verwijderen bent, ook erg handig. En ik heb Roma aan de telefoon, dus dat is ook wel weer lekker. En ik moet even het een en ander veranderen qua rooster. Want iemand wou dus niet meer op een grote groep staan, want anders was diegene weg. Dus die wil wel weer bij de kleuter staan. Ook goed, dus die gaan we dus van boven naar beneden neerzetten. Dus die blijft heel blij mee. Ja. Dus komt ook wel weer helemaal goed. Hoop ik dan toch. Ja, toch. Ja. Dus dat ga ik dus nu ook even doen. Ja. En even geduld hoor. Even een naam intoetsen. Barbara. Zo. Nou, dus dat. Dat ga ik dus even nu doen. Het rooster veranderen. Ja, nou ja, het rooster wil nog niet helemaal wat ik wil. Nee. En ik ga heel slecht bezig eigenlijk. Want ik heb nog geen brood gegeten. Dat zou ik eigenlijk. Het is nu bijna 4 uur. Maar ik ga deze lekker eten. Ik haal wel weer zo'n ten nieuwe. Als ons Roo klaar is met werken. Ik ga deze lekker eten. Lekker. Heel slecht. Maar ik heb er zin in. Dus waarom ook niet. Misschien nog zometeen een bakje chips of zo. Lekker. Ja. Maar oké. Het is weekend mensen. Dus dat moet kunnen. Ja. Dus komt ook wel weer goed. Ja. Handig. Ik denk. Nou, ik ben al aan het praten met jullie. Staat hij nog niet aan? Ook erg handig. Nou, ik ben dus al een uur en 31 minuten en 20 seconden met Ro aan het praten. De hondjes liggen buiten. Daar ga ik even naartoe, zodat jullie het ook kunnen zien. Is leuk, hè? Kijk, meisjes. Kijk, allebei. Maar ik vind het koud, dus ik ga gewoon weer lekker naar binnen. Dat zei ik dus net ook al, maar hij toestond niet aan. Ik doe hem op een parkeertje. Zo. Dan weten ze dat ze ook gewoon naar binnen kunnen. Want dan toetsen we dat. En dat doen hun dus met een pootje. En dan gaat hij open. Maar ik trek even een trui aan, want ik heb het koud. Ja. Dus dat ga ik even doen. En dan ben ik zo weer terug. Ik ben dus nu even ook even vlog aan het editen. In Videopad. Ik heb Ro nog steeds aan de lijn. Ja, nu alweer 2 uur en 9 minuten. Het gaat hard. Wij gaan ook zometeen nog even lekker naar de Jumbo. En nee, dat weet je wat ik anders zou gaan zeggen. Precies. En het staat ook hieronder dat ik er niet voor gesponsord word. Hè, hieronder, daaronder in een vlog. Ja, de social media code is dat. Maar ja, ik moet het wel altijd zeggen. Dus ja, dan zeg ik het ook. Dus nee, ik ben nu dat even aan het doen. En hier moet even weer een mooie dingetje op. Even wachten. Die is leuker. Ja, dus nee, dat. Ik ga even nog wat snaperen. En dan ga ik even kijken wat ik voor ook nog leuks in mijn haar kan knallen. Dat is de verrassing. Of de ene kant roze of paars en de andere kant roze blauw. En dan dit weer net andersom. Dat is ook handig, toch? Wie zou het zeggen? Zo, ja. Zoals jullie dus nu zien, zitten we dus lekker gezellig in de auto. En ik heb een haal van daar naar ergens. Daar, ja. Daar, van Lady.
Met een lekkere duimennagel. Die was erg lang aan weerskanten. Dus die heb ik al lang en breed weer geknipt. Ja, maar dan weet ze, als ik dat doe, dan moet ze gewoon liggen. Want anders dan krijg ik dat niet. Hé, hey, tunnel afgesloten. Maar dat maakt voor ons niet uit, want we kunnen altijd via de andere kant ook nog. Dus dat maakt niet uit. Maar ze zijn wel lekker bezig. Dat is één ding wat zeker is. Nee, maar he, wat ik dus al zei. Lady, en die weet dus als ik haar nagels doe. Ja, je kan dus niet die kant op. Dan moet ze dus gewoon liggen. Dat heeft ze dus ook netjes gedaan. Dus hey, dit is zo'n politieding. Politieding? Ja, hallo. Wat denk je wat te voelen? Wat er met een bordje. Oh. Ik heb hier een blinde auto van de politie voor ons neus. Ik ga hem vloggen. Kijk, hey. Mensen, een heel mooi bordje aan de voorkant. Het is grappig. Oh, dit is leuk. Even van de politie is dit. Kan niet anders. Want dit is gewoon volgen politie bordje. Zie ik nou pas eigenlijk. Alleen geen camera of wat dan ook. Dus ja, dit is gewoon een zwarte. Een blinde auto. Dus mocht je deze kenteken zien, mensen. En deel dit bericht. Zo'n mooie Astra trouwens. Een mooie turbootje, jongens. Ja, dit is wel een deuk, hè. Zo. Ja, ja. Mag dat zo? Vast wel. Mag dat? Op die manier. Maar even voor die politieauto langs gegaan. Mag dat. En kijk eens mensen. Kijk. Ik ga daar zometeen nog een betere foto van maken. Als ze er zometeen langs rijden. Ook een hele handige. En we hebben de politie nog steeds voor ons. Ook handig. Ik vind dit wel leuk hoor. De politie voor ons neus. Ja, schat. Mm-hmm. Zie je niet vaak, hè? Nee. Ja, we mogen weer. Ja. Mooi, hè, deze vloer. Hey. Nou, word ik nou weer vrolijker van, hè? Dat zeg ik, en daar word ik weer vrolijker van. Hey. Ja. Oh ja, je wil kijken. Ja, dat kan ik ook doen. Hè? Huh? Ja. Dat is dus de Mediamarkt. Ja, ook handig. Wat eten we vandaag? Dat weet je nog niet, hè? Want dat wordt een verrassing. Ja, heel erg grappig. Maar we zijn wel lekker in de Jumbo. Kijk. En ga jij maar lekker bananen scoren. Ik vind je dat wel lekker? Wat je had gemaakt, wel ja. Dus dat mag je vaker doen. Dat was erg lekker namelijk. Moet ik in de handscanner pakken? Handiger, hè? Ja, handiger. Ik ga gewoon even de handscanner pakken. Want dat vind ik leuk. Is het van iemand? Nee, joh, die meneer staat wel te vallen. Die heeft gewoon. Daar is mijn man. Ja. Daar is mijn vent.
Dat is mijn vent. Dat is mijn mannetje waar ik heel veel van hou, mensen. Van deze man, mensen, van deze kerel, daar hou ik heel veel van. Okay. Hou jij ook een beetje van mij? Nee. Na de Russisch woorden wegvechten en wat wij wel eens doen? Nee, niet een beetje, nee. Huh? Niet een beetje. Wel veel. Niet een beetje. Oh, jammer. Maar dat is wel weer beter, toch? Ik hoop het. Ja. Hé, hey, dat is nieuw. Hé. Hey. Hebben ze daar ook allemaal? Die is handig, hè? Bommelon. Hè? Bommelon. Wat zijn nou? Bommelon. Wat zie je er dan weer dan? Een? Bommelon. Een bommelon? Oh, daar. Ja, blijkbaar. Ja, gewoon even lekker in de Jumbo. Want dat vinden jullie leuk. Dat we gewoon lekker even gaan shoppen. Dus dan doe ik dat maar. Alleen ik moet de beveiliging maar niet in beeld brengen. Want dat is ook voor hun eigen veiligheid. Dus dan moet ik even kijken of hij net in beeld was. Even kijken. Ja, maar ik vind het toch een hele hoop lekker, maar ik moet even kijken wat ik ga halen. Dus even kijken. Want hier heb ik wokgarnalen. Dat is erg lekker. Roerbakgarnalen, knoflook, vind ik ook wel erg lekker. Dat is nou de vijfde. Oké, ja. Dat is even aan het rekenen, mensen. Gamba's, ja. Voor wie echt helemaal denderend, gamba's. Dus ja, helemaal lekker wokgarnalen. Alleen ik weet niet hoe duur die zijn. Erg handig. En waar mijn man is, weet ik niet. Waar Ro is, mijn man. Mijn man. Het zal wel waar hij is, geen idee. Ik wil namelijk weten hoe duur deze is. Hoe duur deze garnalen is. Roderick, die heeft namelijk de scanapparaat. En ik namelijk niet. Ik moet even kijken waar die is. Waar die is gebleven. En het is hier een beetje zo groot. Hè? Waar is mijn man? Ik ga vooral even opzoeken. Want ik wil even weten hoe deze garnalen zijn. Maar Joost mag het weten waar die is. Ah, kijk, daar was je. Hey. Wil je even kijken hoe duur deze is voor mij? Oké, 5 euro. Deze, want hier, wat is er? Ja, geen probleem. Nee, deze kostte 5 euro, dus daar wil ik nog even één. Nou ja, gewoon even, want nee, was even hier namelijk, schat. Bij de vis. Vind ik even lekker. Hè? Die heb ik weggegooid. Was dat voor jou dan? Ja, mijn briefje. Oh, sorry. Ik wist het nog niet in de plak. Oh, sorry, ik dacht dat hij er al bij deze kar hoorde. Sorry. Weet je waar ik hem in heb gekrald? Nee. Waar jij dus, de en de bananen aan het afwegen was. Daar dus. Ik blijf wel even hier, ja? Weet ik veel. Dat is dus geen communicatie tussen ons. Ook erg handig, niet? Nee, en dat is dus 5 euro. Vind ik ook alweer een beetje duur. Maar, ja. Maar voor zo af en toe, of dat ik deze neem, die is, even kijken, mag ik niet liggen. Deze is 175 gram en deze is 200 gram, dus dat scheelt weer een hoop. Schat, deze is dus 200 gram, ja, en daar zit kwalitatief meer in dan hierin. En dit is 175 gram. Ja. Voor 4,50. Ja. Dus 50 cent meer. 50 cent meer en ik heb dit. Ja.
Dus, dan heb ik toch weer een winst, of niet? Dat denk ik. Dat dacht ik ook, ja. Huh? 50 cent. Ja, daarom. Ja, 175 gram is dat. En dit is... 200. 25 gram? Ja. Dan krijg je 50 cent en dan ben je er meer. Ja, nou daarom. Dat is, en dat is toch meer winst dan qua eten? Daarom. Ja, de. Maar jij bent daar heel erg snel in. Met reken ik niet hoor. Jij wel. Maar ik ga sowieso vloggen met wat ik ga maken vanavond. Ja, ik ga vloggen. Is leuk. Ja, en dan mag hij lekker kibbelen. En kibbeling eten. Maar dat vind ik toch niet leuk. Waarom loop je al met die kant op? Of ga je brood halen? Oké, dan loop ik zo. Ja? Mooi. Ik loop even zo. Want ik wil van die andere lekkere dingetjes hebben. Die had ik laatst bij Vaten gehad. En dat vond ik wel erg lekker. Die lekkere dingetjes. Ik ben heel slecht momenteel. Even kijken, 3 voor 5 euro. Deze is lekker, sowieso. Dit zijn kleine garnaaltjes, ja. Kijk, en Ro houdt daar niet van, maar ik wel. Lekker voor mezelf. Ik ben heel slecht hoor, momenteel. Kaatspek met roomkaas. Gerookte zalm met roomkaas. Mensen. Oh. Nee hoor, maar. Garnalen met knoflook. Wat hebben we nog meer? Zet een beetje bol mensen. Schat. Lekker. Deze zalm is sowieso van mij. Zalm. En gerookte zalm met roomkaas. Een beetje vaat na doen, hè. Gezellig, hè. Katerspek met roomkaas. En die vind je wel lekker, denk ik. Even kijken. Met die tortillas. Vond je dat ook lekker? Nee? Oké. Nee. Jij vindt nooit wat lekker. Jongen. Maar dat was toch een soort van pesto, had ze. Ja. Was het dit? Dat lijkt er wel op, hè? Lijkt het wel, maar dit is niet. Nee, nou, dan ga ik het wel lekker doen. Kaaspret, groene pesto. Met tortillas, toch? Was dat? Hebben ze geen worstjes meer? Nee. Nee, kijken of ze nog lekkere worstjes hebben. Of zo. Met deze vind... Ja, maar dan kan ik betere eieren maken. Wat ben je ook een oen ook, hè? Dit wordt gewoon een vlog met alleen maar winkels. En nou ja, alleen maar Jumbo. Bijna 7 minuten. Vind ik ook erg, mensen. Ik ben echt erg. Ik ben momenteel heel erg schat. Oh, daar is mijn mop. Leverworstplakjes. Oh, dat is gewoon leverworstplakjes. Nou, die hoef ik niet te hebben hoor. Nee. Schat, en jij hebt nog wat te goed, hè? Ja, dat is 3 voor 5 euro, hè? Ja. Haal ik deze nog lekker erbij. Haha, voor mezelf ook. Heb ik lekker 2. Maar ben ik toch weer goed, hè? Ook voor mezelf. Ja. Ik ben gewoon goed. Zeg ik het lekker zelf. Maar ze hebben hier ook geen kaas om te proeven. En ook, had je al worst? Nee, dat zeg ik. Oh, even kijken of ze worst worden. Eens even kijken. Die worst die we laatst hadden. Maar ik weet niet welke wij hadden, want Rodi haalt het continu, maar... Moppie! Ik krijg een beetje last in mijn arm, even. Schat!
verkopen. Welke worst hadden wij het laatst? Of ligt die er weer niet tussen? Want die worst die jij laatst hebt gehaald, die vond ik niet lekker, maar daarvoor weer wel. Maar die ligt hier dus niet tussen, blijkbaar. Ja, maar dat is zeker met... Nee, die en die vind ik niet lekker, dat weet je. Die jij laatst hebt gehaald, dat is zeker bij en bij de hoogte, of niet? Die je laatst hebt gehaald, of was dat ook hier? Dat die en die allerlaatste vond ik niet lekker. Nee, dat was net hetzelfde van hier. Maar ik ga sowieso ook tante Gerry vragen voor Sjoerspek. Want dan gaan we maar volgende week ook even daar maar naartoe of zo. Hey? Een zondag of zo, want anders gaan bijna verhuizen, hè? Dat bedoel ik. Nou, koud even hierbij. Ja, dat is weinig. Tjoen, ja, doei. Nou ja, Rode zit nu daar. En namens de dieren willen wij jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter en doe het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zien we jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel en tot morgen weer. Hoi.